Air France KLM heeft donderdag de presentatie gehouden waar iedereen lang op heeft gewacht. De dagen daarvoor was er al een aantal dingen uitgelekt, onder andere dat Transavia verder werd uitgebreid en dat de cargo verder zou worden gereduceerd. Maar nu zijn er dan toch cijfers aangeplakt. Plus dat er nog gezegd is dat onder andere het onderhoud, de divisie maintenance, verder wordt uitgebreid. Ze willen het bedrijfsresultaat, en daarbij rekenen ze het bedrijfsresultaat inclusief amortisatie, depreciatie en de leasekosten, met 8 tot 10% groeien in de komende jaren tot 2017. Nou, dit jaar en volgend jaar is dat geen probleem, denk ik. Maar 2016, 2017 kan dat toch nog wel eens wat moeilijker worden. Nou, verder willen ze de schuld reduceren. De schuld is nu nog een tikje aan de hoge kant. Het is wel belangrijk dat die wat verder naar beneden kan. Maar als het bedrijfsresultaat wat verbetert, is dat ook minder een probleem. Ten slotte willen ze een return on capital employed halen van 9 tot 11% in 2017. En of ze dat halen is toch echt wel een beetje de vraag. Ze zitten nu op 3,5% of nog geen 3,5%. En het valt niet mee om echt een goed renderende luchtvaartmaatschappij te krijgen met een kostenbeleid zoals het nu is bij Air France KLM. Kijken we naar de markten, dan zijn er toch nog een hoop problemen. Al heel lang is het probleem van de short haul, de korte vluchten binnen Europa. Daar is forse concurrentie van de prijsvechters, Ryanair onder andere, in EasyJet, maar ook Noorse luchtvaartmaatschappijen en Lufthansa bijvoorbeeld, die met de low-cost airline zijn begonnen. Ryanair heeft afgelopen maandag een flinke bestelling gedaan bij Boeing en die vloot is heel groot, veel groter dan Transavia ooit zal worden. Die willen ongeveer 100 vliegtuigen en Ryanair is dubbel zo groot. Dus dat wordt wel lastig. Ook voor Air France om het binnen de vakbonden te verkopen, dat ze geleidelijk gaan overgaan van Air France naar Transavia, met natuurlijk veel slechtere arbeidsvoorwaarden. Nou, daarnaast is de long haul, de lange afstandsvluchten, dat was altijd heel goed. Maar daar is er nu voor het eerst forse overcapaciteit gekomen op de Noord-Amerika-lijn, door eigenlijk stevige uitbreidingen van Lufthansa. Dus daar is de beheersing van de uitbreiding, de capaciteitsbeheersing, is toch een beetje, die controle is toch een beetje slechter geworden. En als we kijken naar de Azië-routes, daar is forse concurrentie uit het Midden-Oosten, wat een belangrijke hub wordt. Kijken we naar de cargo, dan wordt er fors gereduceerd, dat is verstandig. Maar het beleid, dat snap ik niet helemaal. Dan zetten ze 2 vliegtuigen in Parijs en 3 vliegtuigen in Amsterdam. Dat lijkt me heel inefficiënt. Ten slotte de uitbreiding in maintenance. Maintenance is relatief goed business. Dat is belangrijk dat dat nog wat versterkt wordt. Het groeit ook mooi. Maar daar zijn ze ook relatief klein. En de concurrentie met General Electric en Lufthansa neemt toe. Lufthansa is veel groter daar. Kortom, door die structurele problemen is Air France KLM toch een niet aanbevolen. Maar als je kijkt hoe het de komende tijd zal gaan, dan denk ik dat met een koersdoel van 10 euro, dat ze daar in de komende tijd toch nog wel die kant op kunnen gaan. Dat komt omdat de brandstofkosten aanzienlijk zijn gedaald. Dat kan misschien op termijn behoorlijk helpen. En KLM heeft toch wel redelijk succes geboekt met de kostenbesparingen. En dan is het bedrijf op dit moment toch nog redelijk ondergewaardeerd. Maar een serieuze belegging is het niet. Het is puur voor iemand die speculatief die 15% rendement tot 10 euro wil meenemen.